Er zijn meer tegenstellingen dan ooit overal op de wereld. We moeten proberen te begrijpen wat er aan het veranderen is. Er is verzet op alle mogelijke manieren. Class is back, working class is back, class struggle is back. De rode draad door het boek is muiterij, verzet, mensen van wie het niet weten, van wie het niet zouden verwachten. En je hoofdstuk, een van de eerste hoofdstukken, gaat over de Summer of Discontent in het Verenigd Koninkrijk. En ik zou willen beginnen met een citaat van een verpleegster, Kat, die voor het eerst in haar leven gaat staken. Een citaat uit het boek. Collega's dragen 's winters thuis 2 truien om te besparen op de stookkosten. Een verpleegster heeft de pianolessen van haar dochter geschrapt. Sommigen gaan te voet naar het werk en sparen zo de kost van het openbaar vervoer uit. Er zijn zelfs collega's die zich op het einde van de maand ziek melden omdat ze het transport naar hun werkplek niet meer kunnen betalen. En dat laatste is bijna letterlijk wat ik hoorde van Dominique Willaert. Dominique Willaert die heeft 4 maanden doorgebracht in de Denderstreek. En hij vertelt mij onder andere dat hij spreekt met mensen die zeggen de laatste week van de maand zorgen ze voor een doktersbriefje omdat ze de benzine niet kunnen betalen om naar het werk te rijden. Dus die voorbeelden van het Verenigd Koninkrijk, die vind je ook bij ons. Ik denk dat veel mensen dat soort verborgen armoede in de werkende klasse bij werkende mensen gewoon niet detecteren. Men loopt daar uiteraard ook niet mee te koop, maar het komt onwaarschijnlijk veel meer voor. En met de cost of living, zoals men dat in het Engels zo mooi zegt, met de koopkrachtcrisis, dus alles wordt duurder, heb je veel meer werkende mensen. Dus men heeft een beeld van, oké, je hebt de armen in de hoek van de maatschappij en we doen er dan van alles voor of vooral niks voor. Dat is een ander debat. Maar hier gaat het over mensen die dus een job hebben als verpleegster en die dan op het einde van de maand niet meer gaan werken omdat ze de benzine niet kunnen betalen om naar hun werk te gaan. En dat zijn geen uitzonderingen, dat zijn steeds meer mensen. In het Verenigd Koninkrijk heb je nu 20 jaar na elkaar koopkrachtverlies. Dus 20 jaar na elkaar stijgen de prijzen meer dan dat de lonen stijgen. En dus de verarming van de werkende klasse in het noorden is groot. En daarom denk ik ook, dat kan alle kanten uitgaan. En ik vind eigenlijk dat wij in ons land weinig hebben gehoord over die Summer of Discontent die een jaar lang is doorgegaan in het Verenigd Koninkrijk. En er zijn meer stakingen geweest dit jaar, het afgelopen jaar, dan tijdens de jaren 70. En ik denk iedereen kent de miners, de mijnwerkers en heel het narratief daar rond en heel het verhaal. Maar vandaag zijn er grotere industriële acties het afgelopen jaar in het Verenigd Koninkrijk, maar wij kennen ze niet. En ik denk dat het ook belangrijk is voor ons om dat soort verhalen van ja, mensen laten zich niet leidzaam naar de slagbank voeren. Er is verzet op alle mogelijke manieren en dat wil ik ook in dat boek naar voren brengen. Toen Margaret Thatcher aan de macht kwam in Groot-Brittannië, toen was het land ook in een diepe crisis. Er was een diepe recessie, er waren mijnstakingen. Nu, wat was het recept van Thatcher om die recessie uit die crisis te geraken? Zij is daar eigenlijk vrij eerlijk in. Hè. Dus zij komt in 1979 aan de macht. En in 1981 doet zij een interview van 2 jaar regering Thatcher. Voor degenen, de iets jongeren die mevrouw Thatcher, Margaret Thatcher, niet kennen. Margaret Thatcher was Iron Lady, een conservative, dus van de conservatieve partij. En een heel economisch rechtse vrouw. En op dat moment in Engeland was de inflatie ook erg hoog. Dus de prijzen waren erg hoog. En zij zei, we gaan met die inflatie komaf maken. En hoe gaan we dat doen? Door de vakbonden te breken. En zij was daar vrij eerlijk in, want zij zegt eigenlijk, ik wou eigenlijk elk gevoel van collectiviteit in Engeland kapot maken. Dus ik denk, Thatcher kunt je veel verwijten, maar niet haar gebrek aan eerlijkheid, want haar agenda was van het begin helder en klaar, lag die op tafel. Zij zei, wat mij stoorde, na Wereldoorlog II in het Verenigd Koninkrijk, hadden de vakbonden te veel macht. Hadden de working class communities, dus de volkswijken, daar was te veel collectiviteit, te veel collectief gevoel. Ik als neoliberaal, ze noemde zichzelf toen nog niet neoliberaal, maar ik als liberaal, ik wil die collectiviteit breken en dat heeft ze echt gedaan. En zij heeft dan de miners, de mijnwerkersvakbond, eigenlijk kapot gemaakt. Maar zij heeft ook de rentevoeten omhoog gebracht, dus zodanig dat de economie in een recessie terechtkwam en dat arbeid goedkoper werd en dat de positie van de vakbonden naar beneden ging. Dus, en dat was een bewuste strategie die ook in de Verenigde Staten dan door Volcker en Reagan zal toegepast worden. En het gevolg is dat in de Midlands, dus de working class areas in Engeland, tot op de dag van vandaag de schade gemeten wordt van die desindustrialisering. Want wat is er dan na Thatcher gebeurd? Om het dan heel eenvoudig te zeggen, de industrie is weggegaan
En de financiële wereld is gekomen. Minder bedrijven, meer bankenwereld. En nu in Londen, de financiële hart, is eigenlijk het hart geworden van die Thatcheriaanse economie. En de industrie is weggegaan. En dat is een drama. En Verenigd Koninkrijk likt nog steeds haar wonden van die desindustrialisering. Thatcher wou ook van elke Brit een kleine eigenaar maken. Het einde van collectieve actie natuurlijk ook. Hè. Betekent dat ook dat met Margaret Thatcher dat ze erin geslaagd is om het einde van de klassenstrijd aan te kondigen? Ja, ik denk dat zij absoluut wou dat die macht, die vakbondsmacht, die na Wereldoorlog II het fascisme is verslaan en er is eigenlijk een consensus. We moeten nooit meer fascisme, nooit meer oorlog, maar ook nooit meer crisis van de jaren 30, waarop het fascisme zich geënt had, hè, die bankencrisis van de jaren 30. En dus, hoe doen we dat? Door collectieve bescherming, door sterke vakbonden, door social housing en door de NHS, een goede gezondheidssysteem. En Thatcher gaat dat allemaal proberen kapot te maken. En ze is er deels in geslaagd, jammer genoeg. En wat positief aan deze tijd is, en wat positief vandaag is, is dat in de summer of discontent, zoals het dan noemt, dat die kaats, dat die verpleegsters enzovoort, dat die de draad terug oppakken in een veel moeilijkere periode dan in de jaren 70. Want in de jaren 70 stond de vakbond nog in haar kracht, in haar volle kracht. Nu is dat helemaal voor een deel ontmanteld. En dus in een veel moeilijkere periode is er nu een generatie die opstaat en die terug zegt van, hey, class is back, working class is back, class struggle is back. En wat de RMT, dus de transportarbeidersbond, met Mick Lynch doet, wauw, ik heb voor in zekere zin meer respect over de klassenstrijd die vandaag gevoerd wordt in moeilijkere omstandigheden in het Verenigd Koninkrijk of in Frankrijk dan in de jaren 70. Het is moeilijk te vergelijken, maar men pakt die draad eigenlijk terug op en ik vind dat een teken van hoop. Als we het hebben over de cost of living, dan ook bij ons natuurlijk, de voedselprijzen. Nog zo'n citaat, het bericht staat, of het gaat over Duitsland, het bericht staat begin augustus 2023 achterloos weggemoffeld, ergens achteraan in de kranten. Meer dan 1 op de 10 mensen in Duitsland kan zich niet minstens elke dag een voedzame maaltijd veroorloven. Hoe komt het dat die voedselprijzen zo hoog zijn en dat daar niks aan gedaan wordt? Ja, inderdaad. 1 op 10 mensen in Duitsland die zich niet elke dag een voedzame maaltijd kunnen veroorloven, dat is enorm. Hè? Dat is in een van de rijkste landen op deze aardbol. Kan 1 op de 10 mensen zich niet elke dag een voedzame maaltijd veroorloven. Ik vond echt dat het achterloos was weggemoffeld in de krant, dat bericht. Terwijl ik denk van oké, dat is toch symptomatisch. En als je dan kijkt, in het boek ga ik onder meer op zoek naar van hoe komt dat die prijzen zo hoog zijn. En het narratief dat je het meeste hoort, het verhaal was met de inval van Rusland, de illegale inval in Oekraïne. En dat was een trigger. Dat was zeker een trigger. Maar dat was niet de oorzaak. Want op dat moment na de inval was er nog geen graantekort. Maar wat je dan ziet, is dat op die beurs, op die graanbeurs, graan wordt verhandeld op een beurs, zoals alle andere goederen, dat je steeds meer speculanten hebt. En die zagen de oorlog als een fantastisch middel om te speculeren. Die zeggen, je hebt hier een potentiële schaarste van graan, die er tot nu toe niet is geweest. En die zijn dan die hebben zich op die beurs gestort en die hebben die graanprijzen enorm naar boven gedreven. Hoe doen ze dat concreet? Die hebben letterlijk schepen vol graan opgekocht en die hebben aan die schepen die dobberen dan ergens op een oceaan, die zeggen, je gaat niet in een haven binnen, je blijft nog maar op de wateren liggen totdat de prijs de piek is. En men speculeert dus met het graan en dat heeft een enorme invloed overal. Hè. Dus de graanprijzen, Egypte is afhankelijk van het graan uit Rusland en Oekraïne. Als je kijkt noordelijk Afrika, hoe afhankelijk men is van al dat graan, en dan zie je dat en de speculanten en de grote spelers zoals een Cargill, dat de grote winnaars zijn van heel die ding. En ik denk dat wij eigenlijk ook een voedselproblematiek, een voedselcrisis naartoe gaan. Paul de Grauwe, een citaat uit het boek. Volgens Paul de Grauwe, hoogleraar economie aan de London School of Economics, ook geen linkse jongen eigenlijk, hè, is het rentebeleid een subsidiebeleid voor de banken. Het is een grote schande. Iedereen gaat er slechter aan toe zijn, maar de banken krijgen extra subsidies. Dat is wat op dit moment gaande is. Ik vind dat de banken een grote mond hebben, om eerlijk te zeggen. Ik vind de bankencrisis in 2018, nee, kom aan. De banksector hebben gezegd, wij willen publieke banken privatiseren. Want op de privé gaan wij dat veel beter doen. Remember, dus de ASLK moest eraan en zo verder. En we hebben dan Fortis gegeven, BNP Paribas nadien. En dus Fortis is failliet gegaan. En wij hebben met z'n allen een bank moeten kopen. Met ons geld hebben wij een bank moeten kopen, omdat ze het verprutst hebben. Ze deden het niet beter met de privé. Ze hebben met ons geld zitten speculeren, gevaarlijke producten, rommel aangekocht. En toen was het failliet.
En toen hebben wij met z'n allen moeten bijspringen. Niet alleen in België, in Europa, overal ter wereld hebben wij die bankensector eigenlijk moeten redden. Toen eigenlijk hadden we moeten overgaan naar publieke banken. Dat hebben we niet gedaan. We hebben gezegd, we doen extra maatregelen. En we houden ze een beetje koest. Dus ze moeten niet meer te veel zeggen. Maar nu zijn we 15 jaar later en ze komen allemaal terug uit hun kot en ze hebben terug een grote mond en ze zeggen terug tegen de politiek hoe dat allemaal moet. Ik dacht het niet. Ik dacht van, jullie zijn verantwoordelijk voor die crisis en wat zij vandaag bezig zijn om terug die macht over de politiek te krijgen, dat denk ik, in Zwitserland is de bank de Credit Suisse gevallen. De Zwitserse regering is opnieuw moeten bijspringen met belastingsgeld wat er met Silicon Valley Bank in de Verenigde Staten is gebeurd. Dus al het geld van die risicomanagers achter Big Tech. De Verenigde Staten is moeten bijspringen tegen alle wetten in de Verenigde Staten. Want ze zeiden, nee, we gaan ze laten failliet gaan. Nee, ze hebben dat niet gedaan. En dus tegelijkertijd is die lobby terug machtiger dan ooit aan het worden. En democratisch gezien is dat geen goede zaak, vind ik. Jouw boek is er een hele reeks die deze dagen verschijnen. Waarom verschijnt dit boek nu en waarom dit boek? Ik heb er lang over getwijfeld om opnieuw een boek te schrijven, want ik had dat wel gezegd. Maar om dat dan effectief te doen, er kruipt wel wat werk in. Maar ik heb het eigenlijk voornamelijk gedaan omdat ik vind dat er in het zuiden van onze planeet van alles aan het veranderen is. En jullie hebben dat misschien gehoord. In begin dit jaar is er eigenlijk een kanteling gekomen dat voor het eerst sinds eeuwen de economieën in het zuiden een groter binnenlands product hebben dan de economieën in het noorden. En voor het eerst sinds eeuwen heb je dus een kanteling van een aantal onafhankelijke economieën die opkomen. En dan dacht ik, oei, wat is er hier bezig? Wat is er hier gaande? En ik dacht, oké, laten we dat proberen te onderzoeken. Wat in Latijns-Amerika bezig is, wat er in Azië bezig is. En kunnen we dat koppelen met wat er in Europa bezig is? Dat is een beetje de drijfveer voor het boek. Dat is maar één van de kantelpunten, van de vele kantelpunten in het boek. Waarom die titel Muiterij en wat betekent dat precies? Ja, ik heb de titel genomen omdat op een bepaald moment Fiona Hill, en Fiona Hill is een voormalige medewerkster van de National Security Council, dus de Nationale Veiligheidsraad van de Verenigde Staten, een belangrijke instelling in de VS. En die zei op een bepaald moment na de inval van, de illegale inval van Poetins legers in Oekraïne, had je de veroordeling door de landen van het zuiden van die invasie terecht, want als er één groep landen weet hoe belangrijk soevereiniteit is, dan zijn het wel alle landen in de derde wereld wiens soevereiniteit al decennia lang wordt genekt. Maar diezelfde landen die stemden niet mee met de sanctiepolitiek tegen Rusland. En toen zei die Fiona Hill, dit is muiterij. Wat er hier gebeurt van de landen in de derde wereld, dat is muiterij. En dan dacht ik, oké, als dat muiterij is, laten we dat dan maar als een geuzennaam nemen. En dan heb ik ook een vriend van mij, werkt op het Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. En die zei, eigenlijk is er rond het concept van muiterij al heel veel studiewerk gebeurd en het blijkt dus dat we vroeger op de slavenschepen die de slaven van Afrika naar de VS en de Caraïben vervoerden, dat minstens op één van die 10 schepen, en men weet dat vandaag niet, muiterij was. Niet alleen van de slaven, maar ook van het dekpersoneel. En blijkbaar is dat soort muiterij dan naar Engeland gegaan en to strike the sails, de zeilen strijken. Het woord strike, staking, komt van het muiterij. Dus het maritieme gebeuren van schepen die stoppen en scheepslui die stoppen, is overgeslaan naar de industriële actie. En ik vond dat een heel mooi beeld, want dan heb je eigenlijk de muiterij van de klassenstrijd in het noorden en de muiterij van het zuiden die elkaar het hand geven. Ik weet, het is een beetje stout, het is een beetje rebels. En dat doe ik uiteraard ook wel met grachten bewust, Johan. Ja. Muiterij, je hebt het al gezegd, muiterij in het noorden, muiterij in het zuiden. Je citeert in je boek een ander boek dat dit jaar verschenen is. En dat volgens mij, en ik vind het heel leuk dat je even enthousiast bent over dat boek als ik, namelijk een boek over decolonisering. Over hoe de decolonisering, hoe de revolutie in Haiti het debat over mensenrechten heeft opengetrokken. En hoe voor het eerst in de geschiedenis de revolutie ook ging en de mensenrechten ook gingen over zwarte mensen. We zijn intussen 100 jaar later natuurlijk, na het unipolaire tijdperk van Washington, nu dat stilaan weg hebt, komt het globale zuiden opnieuw naar voren. Met de dubbele beweging die ze altijd heeft gekend. Enerzijds is er de kracht van onderuit met de volksbewegingen die zelf trachten om een progressieve agenda op te leggen. Maar ook bovendeks is de zuidelijke wereld in beroering. En gaan steeds meer landen op zoek naar een nieuw soort ongebondenheid. Een realpolitiek om de nationale belangen te dienen. Dat is de dubbele muiterij die speelt. En hier heb je het over de opkomst van het globale zuiden. Met name de BRICS-landen. In de media wordt dat fenomeen beschreven, maar terzelfde tijd ook gerelativeerd. De Knak schrijft, het zuiden wil het westen niet langer blindelings volgen. Maar terzelfde tijd wordt er ook gewezen op de interne verschillen in die
BRICS-coalitie en op de politieke tegenstellingen in die BRICS-coalitie tussen bijvoorbeeld een land als India en China natuurlijk, maar ook bij de nieuwe leden die erbij zouden komen in januari zit Saoedi-Arabië. Dus daar is nogal wat politieke oneenigheid, er zijn nogal wat politieke verschillen tussen die landen. Hoe bekijk je dat zelf? Ja, ik denk eerst dat we moeten weten in welk tijdperk dat we nu spelen. Na 1989 was zogezegd het einde van het tijdperk aangebroken en kwamen we in een unipolaire tijdperk onder leiding van de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten ging wereldwijd zorgen voor harmonie en voor een ontwikkeling. En oké, we zijn dus nu 30 jaar later en het is niet gebeurd. De wereld is geen veiligere plaats geworden. De wereld is geen democratischere plaats geworden. Er zijn meer tegenstellingen dan ooit overal op de wereld. Dus wat is er de afgelopen 30 jaar gebeurd? En in de afgelopen 30 jaar zijn er een aantal kantelmomenten gebeurd, met name vanaf het jaar 2003. In 2003 heb je de oorlog van de Verenigde Staten in Irak, een complete illegale oorlog, dus de War on Terror. En dat was een verschilpunt in heel het Global South, in het zuiden, om te kijken naar het noorden. Dus in 2003 werd duidelijk van oké, het Westen is nog altijd van plan om via illegale interventies landen binnen te vallen, economieën kapot te maken. En iedereen weet toch nog dat door de destructie van Irak, door het neerhalen van heel de infrastructuur van de staat van Irak, dat werd de voedingsbodem van een fenomeen als Islamitische Staat. Het extremistisch jihadisme is groot geworden op die verwoesting door de Verenigde Staten. Daarna heb je de bankencrisis van 2008 gehad, waar de landen van het zuiden zeggen, ho, ons geld is niet meer veilig in die instellingen van het noorden. Dus dat was een tweede tipping point. En BRICS is opgericht in 2009 in reactie op de bankencrisis. BRICS, dat is dus Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Die vijf landen hebben zich samengezet en hebben in eerste plaats gezegd, misschien moeten wij een ander economisch systeem proberen van handel uit te bouwen, want het is duidelijk dat Wall Street niet meer veilig is. Het was op dat moment ook duidelijk. Dus dat die landen een alternatief zijn gaan zoeken, ik denk dat je dat moet constateren, dat is gebeurd. En ik denk BRICS is op zich geen socialistisch project. Het is een project om een alternatief te zoeken van Wall Street en een alternatief tot slot voor de schuldencrisis. Hè. Dus nogmaals, als je dan toch over Haiti hebt. Dus daar begint het in Haiti. De eerste keer dat een land zichzelf bevrijdt van de kolonisatoren. Een machtige revolutie, de Haitiaanse revolutie. Maar wat doen de slavenhouders in Londen? Die doen onmiddellijk een schuldenlast, kondigen zij af, voor de voormalige slavenhandelaars om die te vergoeden. En dus men geeft een schuldenlast aan die slavenhandelaars en die schuldenlast weegt nog altijd op het Haiti van vandaag. En dus die schuldencrisis is een eeuw gebleven in de landen van het zuiden en die hebben alleen maar bij het Internationaal Muntfonds leningen kunnen afsluiten die heel duur werden. En dus dat op dit moment voor het eerst sinds 100 jaar landen in het zuiden kunnen zeggen wij gaan niet meer bij het Internationaal Muntfonds geld lenen, maar wij gaan nu bij de nieuwe investeringsbank van de BRICS onder leiding van Dilma Rousseff, de voormalige president van Brazilië. Wij gaan daar nu leningen aangaan. Dat is gewoon een gamechanger die enorm is. Je kan er allerlei emoties bij hebben, maar je moet gewoon vaststellen, die dingen zijn aan het veranderen. En landen in het zuiden zijn hun autonomie ontnemen. En daarbij zijn echt verachtelijke rechtse regimes, zoals het India van Modi, racist, rechtsis en zo verder. En er zijn progressieve regimes, zoals het Brazilië van president Lula. Maar hoe dat wij ze ook benoemen, dat doet er eigenlijk niet toe. Is iets aan het gebeuren. Met name al die landen zijn op zich een alternatief aan het zoeken voor het Internationaal Muntfonds. Zijn een alternatief aan het zoeken voor de dollar. En dat is iets wat beweegt. En dat is niet op zich links of rechts. Dat is niet op zich anti-imperialistisch. Maar het gebeurt wel. En daarom denk ik, je hebt een dubbele muiterij. Je hebt die muiterij tegen de dollar enerzijds. En dan heb je nog die volksbeweging. En dat is de belangrijkste beweging in Zuid-Afrika en zo verder. Die je moet steunen. En dat blijft het belang. Het is niet omdat de BRICS in de BRICS zit. Dat wij niet meer de boerenbeweging, de vrouwenbeweging, de vakbonden in India tegen Modi moeten steunen. En natuurlijk blijven wij die steunen. Maar desalniettemin moeten wij beseffen. Zeker in Europa moeten wij een beetje bescheiden zijn na 500 jaar kolonialisme. Een klein beetje bescheiden zijn om te kijken van hoe de wereld in het zuiden nu aan het veranderen is. En niet direct de morele kaart naar boven trekken. Want en dat is geen enkele steun aan Saoedi-Arabië, dat is geen enkele steun aan de Islamitische Republiek van Iran, totaal niet. Maar er zijn dingen aan het veranderen in de zuiden en we moeten proberen te begrijpen wat er aan het veranderen is. Omdat als Lula naar de G7 in Japan gaat,
in Hiroshima, als Lula daar naartoe gaat en Lula zegt daar tegenover al die leiders van de G7, de rijkste 7 landen ter wereld, en daar komt dan de president van Brazilië voor de eerste keer spreken en Lula zegt daar tegen die grote 7, ja, maar ik heb helemaal geen goesting in een nieuwe koude oorlog. Wij gaan als Brazilië niet meedoen. En dan komt India, rechtse regering, heel rechtse regering, de minister van Buitenlandse Zaken, en die zegt, ja, maar jullie framework is niet het onze van India. En dan komt Zuid-Afrika, de regering van Zuid-Afrika, de minister van Buitenlandse Zaken van Zuid-Afrika zegt tegen de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Baerbock, maar mevrouw, u mist u van EU. U komt hier naar Zuid-Afrika vertellen hoe wij het moeten doen. U vergist zich van EU. Dat was de vorige eeuw. Wij zijn nu in de 21ste eeuw. En in deze eeuw moet Duitsland niet meer in Zuid-Afrika komen vertellen hoe het moet. En dus wat er daar aan het bewegen is, die soevereiniteitsbeweging, die onafhankelijkheidsbeweging, tegenover ook die koude oorlog, dat is een teken van hoop. En ik denk dat wij de hand kunnen slaan aan die teken van hoop uit het zuiden. Want anders is het een verhaal van komer en kwel. Maar ik denk, zowel de Summer of Discontent, de beweging van de lijst hier, alle kleine verzetsbewegingsjes, als die zich de hand kunnen reiken, de Summer of Discontent in de South. Er zijn veel tekenen van hoop van de mensheid die zegt, wij gaan deze keer niet meer mee in dat verhaal van een nieuwe koude oorlog.